Voordat we echt met deze video gaan beginnen, wijs ik weer even op wat hier rechtsboven ook al staat. De stof die in deze video wordt behandeld, komt alleen terug op het examen van gemengd en theoretisch. Kaderbasis, jullie hoeven hier dus niet naar te kijken. En uh, ja, we hebben vooral tot nu toe gekeken naar uh, Duitsland tijdens dat interbellum en de opkomst van Hitler en dergelijke. Nou, en nu gaan we kijken naar uh, juist een, uh, de Sovjet-Unie als voorbeeld van extreem linkse totalitaire staat. En dat verhaal begint tijdens de Eerste Wereldoorlog. Rusland doet mee in die Eerste Wereldoorlog, hè, dat weten we. Maar het gaat eigenlijk helemaal niet zo goed uh, met Rusland tijdens die Eerste Wereldoorlog. Het land heeft een groot leger, maar het heeft totaal geen modern leger. En Rusland leidt dan ook zware verliezen in de strijd. Er komen enorm veel soldaten om. Ja, en bovendien zorgt die oorlog ook voor grote voedseltekorten, omdat die soldaten natuurlijk wel te eten moeten krijgen. En er gaat dus heel veel graan vanuit de rest van Rusland naar het front, naar die soldaten. Maar het leidt elders tot voedseltekorten, tot honger en tot hoge voedselprijzen. En deze twee dingen samen eigenlijk zorgen voor grote ontevredenheid onder de Russische bevolking. En in uh, 1917 leidt dat dan ook tot de zogenaamde Russische Revolutie. Die vindt eigenlijk in twee stappen plaats. Uh, de tsaar, de leider van Rusland, die krijgt de schuld van het feit dat het zo slecht gaat met Rusland tijdens de Eerste Wereldoorlog en sowieso dat Rusland niet echt een modern land is. En die tsaar die wordt in februari afgezet. En er komt een voorlopige regering en die wil Rusland weer op gaan bouwen. Ja, hoe dat dan precies moet en, en wie daar dan precies uh, een rol in moet krijgen, dat is eigenlijk helemaal duidelijk. De oorlog is ook nog steeds bezig. En uh, er is één iemand die dan zijn kans heel erg schoon ziet, dat is Vladimir Lenin. Dat is een Russische communist die uh, heeft moeten vluchten uit Rusland. En die denkt, hé, hey, nu kan ik weer terugkomen. Nou, die wordt door de Duitsers ook lekker doorgelaten om naar Rusland toe te gaan, want die denken mooi een onrust stoken naar een tegenstander van ons in de oorlog. Dat hebben we graag. En ja, die Vladimir Lenin die zorgt ook voor onrust, want want in oktober van 1917 zetten de communisten onder leiding van Lenin, hier zien we hem, die voorlopige regering weer af. En dan wordt Rusland een communistisch land. Dan hebben ze een communistische regering. Nou, en wat is dan precies dat communisme? Laten we daar eens even bij stilstaan. Het communisme is een revolutionaire vorm van het socialisme. En dat communisme is uh, bedacht door uh, deze man, Karl Marx, in de 19e eeuw, de eeuw van de industrialisatie. En ja, even die ideeën van Marx eens even heel kort op een rijtje zetten. Hij ziet eigenlijk dat er in de geschiedenis een aantal fases zijn die uh, de mensheid zal gaan doorlopen. En denk er uh, nogmaals aan, hij leeft dus in die tijd van die industriële revolutie, waarin dus die fabrieksarbeid en dergelijke heel erg opkomt. Ja, en hij ziet daar van alles gebeuren. En wat hij daar vooral ziet, in de fase, is de fase van het kapitalisme. En uiteindelijk zegt hij, zullen er nog twee fases volgen, zodat we uiteindelijk in het communisme terechtkomen. Nou ja, wat houdt die kapitalistische fase in? Hij ziet dat de overheid zich nauwelijks bemoeit met de gewone bevolking. Hè. Die, 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 die bemoeit zich niet met de economie bijvoorbeeld, of niet te veel in ieder geval. Er is dus een kleine overheid, die doet niet veel. En er zijn met name particuliere productiemiddelen, oftewel de fabrieken en de landbouwgrond en dergelijke, die zijn allemaal in handen van privépersonen. Iedereen mag een eigen fabriek bijvoorbeeld beginnen. Nou ja, en wat gebeurt er dan? Dus hier hebben we zo'n fabriek, die is dus in handen van deze man hier. En ja, die neemt dus mensen aan om in die fabriek te komen werken. En ja, daar wordt heel veel geld mee verdiend. Maar goed, omdat het de fabriek is van die man zelf, houdt hij het meeste van dat geld zelf. En uh, betaalt hij zijn arbeiders maar heel weinig loon uit. Dat zag Marx de hele tijd gebeuren. En ja, dan kan hij een gedeelte van dat geld wel weer gebruiken om te investeren in zijn fabriek, zodat hij nog meer geld verdient. En uiteindelijk nog meer geld verdient. Maar dat zal die uh, fabriekseigenaar toch vooral zelf houden. En het verschil tussen rijk en arm wordt in dat kapitalisme dus steeds groter. Hè? En die, die, die arbeiders die krijgen toch steeds. Slechter, die situatie was steeds ellendiger. Dat was wat Marx om zich heen zag gebeuren in die 19e eeuw. En hij dacht: dat kan niet altijd goed blijven gaan, dat gaat ooit mis. Die arbeiders die gaan een keer in opstand komen en dan uh, met een gewelddadige revolutie uh, gaan ze de macht overnemen en komen we terecht in een soort tussenfase, de fase van socialisme, waarbij er een grote overheid is, oftewel een regering die zich juist wel heel nadrukkelijk met de bevolking en met de economie gaat bemoeien en de, die gaat dus ook de productiemiddelen, de landbouwgrond, de fabrieken en alles, opnieuw verdelen onder de bevolking. En dat ziet er dan bijvoorbeeld zo uit: er zijn nog steeds fabrieken in handen van privépersonen, maar ook in handen van de overheid, of juist in handen van een collectief, van een groep mensen. Dat kan ook. En het geld wordt dus ook redelijk gelijk verdeeld, dus ook dat wordt herverdeeld. Nou ja, Karl Marx die dacht dus dat uh, uiteindelijk de mensen hier gewend aan zouden raken en dat op een gegeven moment die overheid niet meer nodig zou zijn en dat men dan geleidelijk aan in de fase van het communisme zou komen, waarbij dus geen overheid meer is en er een klasseloze samenleving is met gemeenschappelijk bezit van productiemiddelen. Oftewel, alle productiemiddelen, fabrieken, landbouwgrond en dergelijke, die zijn van iedereen en wat daarmee geproduceerd en verdiend wordt, dat is dus ook van iedereen. Dat was het communisme uh, in theorie, in ieder geval. Hè. Dat was het idee van Marx. Nou ja, en Lenin is dus een aanhanger van uh, Karl Marx. Hè. Die is een aanhanger van dat communisme. Hij wil dat ook in Rusland voor elkaar krijgen. Maar er is een heel groot verschil tussen de theorie van Marx en hoe het communisme in de praktijk wordt ingevoerd in Rusland. Want in de praktijk wordt Rusland een eenpartijstaat met een centraal geleide economie. En eigenlijk. Komt Rusland onder Lenin en ook zijn opvolgers niet verder dan uh, deze fase, de fase van socialisme, waarbij de overheid juist heel veel gaat bepalen voor de bevolking. Nou, een stukje theorie dus over het communisme, maar ik denk dat het wel goed is om dat even in je achterhoofd te houden. En ja, wat gebeurt er eigenlijk nu na die Russische revolutie, na die Oktoberrevolutie, waarbij de communisten dus de macht hebben overgenomen? Ja, niet iedereen is het daarmee eens. En dan ontstaat er uiteindelijk een burgeroorlog, die uiteindelijk na een paar jaar ook weer door Lenin en de communisten gewonnen wordt. En uh, dan wordt Rusland ook de Sovjet-Unie. Er worden bepaalde gebieden die zich uh, hadden afgescheiden, worden weer heroverd. En er komt een unie van uh, republieken, de Sovjet-Unie. En dat wordt een totalitaire staat. Hè. Er is één partij, die Communistische Partij, met één sterke leider, dat is Lenin. En die houdt dus totale controle over de Russische bevolking door middel van propaganda, censuur en onderdrukking van anders denken en tegenstanders.